Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1414 met een uitzending van vandaag 19 september 2018. Dus het bulletin van woensdag. De datum vandaag is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, net als de afgelopen dagen. Vanavond vanaf 8:30 is Slow Scan Radio op 60, 70 kHz. Als je dat wil horen, denk daar dan even aan. Ja, van deze uitzending heb ik normaal script ik alles, maar ik heb niet uitgebreid uitgeschreven dit keer. Maar goed, als ik een keer op de praatstoel ben dan, of zit, dan komt dat vanzelf wel. Hè? Ik wil niet te veel aandacht besteden aan dat ik binnenkort op internet verder ga. Ik stop natuurlijk ook niet. Ik verander alleen van de manier van verspreiden. Het is wel aardig om er eens bij stil te staan hoe dat een beetje gegaan is met die uitzendingen tot nu toe. Ik ben de wekelijkse uitzendingen begonnen op 17 augustus 2013. Dat was echter niet het begin, want ik heb al vele jaren een podcast. En op 7 september 2011 ben ik daar een bijna dagelijks bulletin begonnen over de zendhobby, waarvoor ik voor het eerst de naam Daily Minutes gebruikte. Ik heb dat maar een maand of drie volgehouden, ergens tot in november, toen er steeds minder afleveringen kwamen. Dan moet ik ook zeggen dat er niet veel respons op kwam en er werd volgens mij ook niet heel veel geluisterd, hoewel ik wel redelijk wat abonnees voor die podcast heb. Maar heel veel daarvan zijn ook geen zendamateur, dus dat valt dan niet in, hoe zeg je dat, op de plek waar het zijn moet eigenlijk. Hè? Die wekelijkse uitzendingen die deed ik in eerste instantie een paar keer op 145.4625. Ik heb dat eigenlijk wel langer gedaan op die frequentie met gewoon mijn lokale antenne waar nu PI3XTV op werkt. Dus het bereik daarvan dat was niet zo verschrikkelijk groot. En op aanraden van een lokale amateur, PIA3AEQ, ben ik vervolgens toch maar naar een repeater gegaan, hoewel ik dat eerst niet van plan was. En dat was PI3AMF. Tegelijkertijd ben ik wel op die lokale frequentie doorgegaan. Vanaf 1 januari van het jaar erop, of nee, niet van 1 januari, maar de tweede of de derde week van januari, ben ik op PI3UTR verder gegaan. Die repeater was er toen net. En vanaf dat moment zit ik iedere week op de vrijdagavond. Die uitzending op die lokale zender, die ben ik ook blijven doen. Dat was op vrijdagavond, volgens mij om 8:30. Dat weet ik eigenlijk wel zeker dat het om 8:30 was. Op 145.462, half dus toen, met de watt of 40. Die uitzending op PI3AMF, die deed ik om 12 uur 's nachts. Ik heb nog uit die periode twee luisteraars. In elk geval, ik denk nog wel meer over, maar in ieder geval de twee meest trouwe, dat is PA5ROB. En PD4EW, die er inderdaad vanaf die eerste uitzending op de repeat erbij waren. Maar goed, ik zat om 12 uur 's nachts. Dan haal je natuurlijk ook die nachtbrakers wel aan, zoals ik het net twee noemde. Maar dat deed ik om zo weinig mogelijk mensen op de repeat met de uitzending te hinderen. Want ik had daar toch een beetje een idee van dat misschien wel een factor was. De repeater AMF die was in die tijd dat ik begon nog een van de drukkere repeaters van het land. Op UTR ben ik de eerste 2 à 3 maanden dat de uitzending er was. Toen zond ik ook nog met de zender in de ether uit. En toen was ik om dezelfde reden, begon ik daar een half uur eerder, om 11:30. 11:30 s'nachts. Dus ja, je hebt dan wel een heel ander rubriek of ander publiek dan dat je op PI2 NOS hebt op een paar tijdstippen dat er toch wel veel mensen luisteren. Maar goed, na een aantal weken gaf dat geen problemen, dat tijdstip. En toen bleek eigenlijk dat er een eerder tijdstip eigenlijk ook nog wel de repeater redelijk leeg was. Ik weet niet, PI2 NOS er toen, die was er volgens mij niet. Die is pas een jaar later weer in de lucht gekomen. Dus het was wel een van de drukkere lessen in die tijd. PI3 UTR, zo niet de drukste van deze omgevingen. Maar om 10:30 was het er nooit druk, dus ik ben vervolgens naar 10:30 gegaan. In zekere zin was de Daily Minutes dus, zoals dat in omroeptermen heet, een spin-off van die wekelijkse uitzendingen. En ja, ik begin meestal met een open mind met dat soort dingen. Dus ik heb heel wat afgeëxperimenteerd in de eerste tijd wat haalbaar was. En wat de mensen leuk vonden. Ik heb dat eerste jaar, ik denk een half jaar, heb ik het verbindingsjournaal ook nog uitgezonden. Dat was nieuws voor de professionele wereld. Eigenlijk over hetzelfde waar... Wat onze hobby inhoudt, wat meer commercieel, wat meer op de handel gericht. Maar op zich leek dat wel aardig nieuws. Je zag daar toen toch ook allerlei wat technische ontwikkelingen in voorbij komen. Alleen het geluid ervan was niet best en er was nog wel eens wat kritiek op. En ik heb zelf zoiets van, nou wat maakt het uit dat het geluid slecht is? Het is verstaanbaar en het is waardevol nieuws. Hè? Maar goed, ik snap dat ook alweer. Ik ben al vrij snel aan data gaan doen en SSTV. Dat kwam eigenlijk door
De zender KBC, waar ik ook bij betrokken ben, die doen dat. Samen met Kim Elliott in Amerika, die toen nog voor de Voice of America werkte. En inmiddels zijn er wat meer zenders die dat nu ook doen. Daar richten ze zich vooral op noodcommunicatie. En ik had eigenlijk zoiets van, nou, het kon best wel eens zijn dat voor bepaalde doelgroepen aantrekkelijk is. Hè? Met name mensen die net beginnen. En ja, dat bleek op een gegeven moment, dat was ook een van de belangrijkste doelstellingen van de uitzendingen altijd. Ik ben vooral erop uit met die uitzendingen om nieuwe mensen aan te trekken voor de hobby. Dus om mensen te motiveren, misschien die nog geen zendexamen hebben. En het aardige is dat door toch een fix aantal mensen geweest zijn die in de loop der jaren het zendexamen zijn gaan doen. En die dus ook echt beweren dat ze dat door de Daily Minutes zijn gaan doen. Dat vind ik eigenlijk het belangrijkste succes wat ik met de uitzendingen op de repeater behaald heb. En de meeste daarvan die geven aan dat het vooral de digitale uitzendingen waren, de data en de slow scan televisie, waardoor dat gekomen is. Dus dat is eigenlijk ook wel een beetje de reden waarom ik dat bij slow scan radio zo prominent in de uitzending heb zitten. Maar goed, dat blijft de doelstelling nog steeds van de Daily Minutes, ook als ik op internet verder ga. Dus ik zou wat meer mijn best moeten doen om die mensen ook te bereiken. Zeker als ze nog niet met de hobby kennis gemaakt hebben. Hè? Want als je een ontvanger hebt, je komt al snel PI2NOS tegen, kan ik zeggen. En verschillende moet ik zeggen van die mensen die door die uitzendingen dus het zendexamen zijn gaan doen. Die zijn dat gedaan door, dat is, vind ik wel prachtig, doordat ze een oude scanner bij de Kringloop gekocht hebben. Het zijn toch, ja, ik weet het niet precies. Het zouden er wel eens 40 kunnen zijn die dat aan mij zo verteld hebben. Waarvan ik van een aantal er ook echt wel zeker weet dat het de enige reden was. De uitzendingen, niet de scanner. Maar een flink aantal daarvan die hebben een keer, omdat ze vroeger wat met zenden deden. Of misschien nog wel wat op illegaal vlak. En die kwamen op een gegeven moment de scanner tegen. En dan kwamen ze op PI2NOS tegen. En dan die rare man met die data. En dat wekte de nieuwsgierigheid. Hè? Goed. Voordat ik nu helemaal ga mijmeren over vroeger. Ik denk dat ik er een punt achter brei. Ik kan volgens mij toch beter die teksten opschrijven. Dat werkt toch wel beter, denk ik. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.